Zo, Saba en Raza. Ik wil graag van jullie weten, wat zijn de basisvormen? Vierkant. Heel goed. Cirkel. Heel goed. Ruit. En driehoek. Oh, ja, drie. Driehoek, vierkant en cirkel, dat zijn de basisvormen. En een vierkant. Ja, heel goed, Cheyenne. Zo, en SpongeBob, die heeft ook basisvormen, hè? Ja, heel goed. Nou, bijvoorbeeld, wijs eens aan. Heel goed. Hij is zelf een vierkant, zijn tanden zijn ook van vierkante oogjes. En nou, dit is een soort van ook een cirkel, eigenlijk ovaal. Ja, heel goed. En de broeken, daar zitten ook kleine vierkantjes in. Heel goed. En hier kan je ook blokjes in zetten. Heel goed. En ik zie daar ook nog een driehoek, hè? In de broek. Ja. Oh ja, ja. Als je hier een zweef zit, kan je een driehoek maken. Ja, heel goed. Ja. Nou, dus zo zie je maar dat je aan de hand van de basisvormen al een hoop kunt tekenen, hè? Ja. Zoals jullie wens vandaag was om SpongeBob te tekenen. En dat is jullie goed gelukt. En weten jullie ook nog wat de basiskleuren zijn? Geel, blauw, wit en rood. Ja, heel goed. En dat zijn de basiskleuren, omdat je daarmee alle kleuren kunt mengen. En Raza, weet jij nog hoe je oranje maakt? Geel en rood. Heel goed. Weet je dan ook nog hoe je groen maakt? Rood. Blauw en geel. Blauw en geel. Heel goed. Nou, ik zou zeggen, ga verder met jullie SpongeBob. En ik ben benieuwd dadelijk hoe hij eruit gaat zien. Hallo, wat? Ik heb het even.